Kian? Ja? Er staan kaarsen in mijn huis, terwijl ik gewoon genoeg licht heb binnen. Ga nergens over. Nou mensen, hartelijk welkom bij deze nieuwe serie. Nou, jullie kennen het wel, dit is Kian, een klasgenoot van mij. En we gaan lekker GTA Online doen, want dat werkt gewoon bij mij nu. Jullie weten nog de oude video's, dat GTA Online niet werkte. En nu heb ik eindelijk een goed werkende GTA. Ik heb cartoons opgezet voor iedereen. Dus dan kunnen we lekker gaan genieten. Het rookt in mijn huis. En Kian komt dadelijk naar mijn huis toe, want we gaan even stoute dingen doen, toch? Ja. Yeah. Ja, yeah, op naar het intro! Oké, people, let's go to work. Ik kan echt niet zien wat voor intro het is, of wat voor cartoon het is, Kian. Oh? Ja, ik ga maar eens even op de bank zitten. Kom jij naar mijn huis toe, Kian? Ja, is goed. Okay. Ik ga nu aanbellen, ja? Doe je open? Oh, ik was net aan het zitten op de bank. Nou, ik kom er wel weer vandaan. Ik kom even naar je toe. Ja. Als het goed is, doe ik het nu. Ga ik nu bellen. Ja, someone is buzzing on your... Ja, kom maar binnen. En ik laat jou nou binnen. Hallo. Oh ja, ik zie het. Hallo, wat heb je een lekker koppie? Lekker, hè? Ja. Lekker, wat lekker heb jij een pauperhuis? Heb ik een... Wat heb ik een? Een beetje een oud huis heb je. Een pauperhuis, ja. Ik heb een beetje een pauperhuis, ja. Ja, maar het ziet er wel schoon uit. Kijk, dit is mijn slaapkamer. Nou, een beetje DJ-stuff. Dat is een DJ-tafel. Guitar Hero zie ik daar staan en Anders kan je slapen in bed, hè? Ja? Zal ik even een tukje doen? Doe even kijk maar. Kan ik een tukje doen? Wacht even. Someone is buzzing on your apartment. Er belt nog iemand aan. Zal ik hem open doen? Niet open. Nee, die doe ik maar niet open. Oké. Ja, maar wie is dat dan? Weet ik veel. Iemand online. Oké, wat komt hij doen in mijn... Hoe weet hij dat ik hier woont? We hebben toch een secret plaats? Ik heb geen idee. Hé, kijk. Er staat de tv aan. Ja, tv. Ja, ik heb even cartoons opgezet. Vond ik wel mooi. Maar welke cartoon is dit? Iets met superhelden, zie je het? Ik ken het niet. Zit kijk, jij kan het goed... Ik ga aan de bom en dan kan jij aan de bank zitten. Dan kan je kijken hoe ik gestoond word. Oké. Ja, want ik zie niet dat je gaat zitten, zeg maar. Ja. Oh, wacht. Oh, je gaat zitten? Oh, je gaat echt zitten, ja. Kijk, oh. Wow. Maar dan houd je gewoon een rookwap in deze kamer. Nee. Hangt hier geen rookmelder? Nee, maar er hangt wel heel veel rook in jouw kamer ook. Ja, ik weet niet, maar volgens mij heb je hier al eerder lopen roken, want het staat hier helemaal blank. Zullen we hier buiten? Ja, we gaan naar buiten toe. Heb jij auto, privéauto? Oh, maar er is hier een Hessel staat voor de deur, hé? Zal ik hem binnen laten? Ja, die gaat doodschieten. Kan je binnen in je appartement doodschieten? Kan je doodschieten? Oh, nee. Oh, zal ik hem even binnen laten? Nee, ik ga wel naar buiten, kom. Oh, oké, nou, dan ga ik ook exit the apartment. Hij staat buiten sowieso, ja? Oh ja, staat daar. Zal ik hem doodschieten anders? Nee, als hij niks doet, dan moet je hem... Ik kan niet uit, joh. Wacht even. Ik ga nog een keer proberen. Exit the apartment. Ja, ik ga eruit. Ik haal hem onder schot, want als hij ons schiet, dan... Ja, is goed. Oh, hoe is dat hier? Ik zie hem, ja. Ja, ik sta hier ook. Is het een vijand? Is het een vijand? Oh! Hij maakt hem dood. Ren! Ja, ik ren! Hij is niet te vertrouwen, hij wil me aanvallen! Nee! Oh, wat een lul! Oh, ja! Waarom doet hij dat? Jeetje, wat een pauper, gozer. Hey, ik heb wit beeld, ik heb een heel mooi wit beeld. Oh, ik val vanuit de hemel! Wat? Welkom, brother. Welkom. Wat is dit? Oh ja, kijk zelf de eerste keer dood bent, kijk zelf. Oh. Wil je even kijken? Ja. Oké, ik heb hem teruggepakt. Hij is ook dood. Hij is mooi zo. Is dat Jezus? Wat zie je allemaal? Ja, die man zweeft. Ik ga even naar mijn garage toe, pak ik even een auto voor op, waar ik kan rijden. Ja, is goed. Gaan we dat spelletje doen, wat we gisteren ook deden, hè? Dat je mensen moet doodschieten, hartstikke leuk. En dat je dan, wat moest je ook weer doen? Je moet de bendes uitschakelen, toch? Met Weaves. Ja, je moet de bendes uitschakelen die op je afkomen. Oh, hij maakt me weer levend, die man. Goed is, ik hoop het.
Het is weer helemaal wit. Ja, je bent in de hemel. Ja. To leave your apartment. Oh, ik ben weer in mijn appartement. Ik ben in mijn douche. Stap uit en dan sta ik daar voor je neus. Ja, is goed. Ik kom eruit. Wel een beetje triest hoor, dat hij ons ineens zo, hè? Ja, hij wacht gewoon. Dat, ja. Hij staat weer bij je appartement trouwens. Weer? Oké, ik kom gelijk naar je... Ja, ik schiet ze wel dood gelijk voor je neus, ja? Hij schiet weer! Ja, kom. Ik zit in deze auto. Achter je. Ik ga wel een andere auto, zo... want... Hier. Ja, ik kom achter je aan. Want een pauper. Waar ben je? Ja, ik kom achter je. Rijden. Ja, ik rijd in die chrome auto. Kijk, hier rijdt iemand anders soms. In die oranje auto. Kom in mijn auto. Ik heb, waar ben je dan? Ik zie je niet, sorry. Ik rijd voor je neus. Oh, ja, ik zag je naam niet meer, zeg maar. Maar die gozer gaat me dood, hè? Oh, één keer klikken. Ja. Ik hoop niet dat ik je eruit schop nu. Rijden. Heb je guns, of niet? Ja. Er komt een politie achter ons aan. Ja, niet op schieten, want dan krijgen we meer sterren. Hè, sorry, oh, voor ons gedood. Hij wil ons in de party. Hij denkt van, we gaan vrienden maken. Nou, mooi niet. Oké, dit is een hele snelle auto, dus ik ga heel snel weg. Wauw. Even kijken. Okay, waar gaan we doen dan? Ja, is goed. Ja, maar dan moeten we eerst de politie kwijtraken. Hier moet je in het golfterrein. Dat is handig, dat vinden ze ons nooit. Oh, hier. Ja. Kijk op mooi huis. Oh. Prachtig. Ik zou het kopen. Ja, hier. Ik kan het wel eens goed. Hier staan. Stil. Hij rijdt. Nee, kijk achter ons. Dat is iemand online. Niet doodschieten. Nee, wat gaat hij doen? Kun je niet. Stap uit, kom. Nee, niet doen. Wat ga je doen dan? Is hier een missie? Oké, nu ga ik even een missie bellen. Ik heb een pistooltje, jongens. Ik ben nog een beetje noob. Even kijken. Komt hij doen? Ik ga nu een missie starten en dan krijg jij als het goed is links in beeld. En dan moet je telefoon pakken. Hij doet niks. Hij komt in vrede, zie je het? Ja, oké. Hey, ik ga een missie starten. En dan moet jij met je telefoon moet je hem accepteren. Zal ik hem schieten? Nee, hij hoort bij ons. Je kan hem niet schieten. Hij hoort bij ons, kijk maar. Hij heeft passive mode aan, je kan hem niet schieten. Kunnen wij dat ook niet aandoen? Ja, dat kost $100 voor mij. In het echte leven 100 of niet? Oh. Eenmalig 100 of niet? Nee. Yeah. Kost dat eenmalig $100? Of? Ja, dat kost eenmalig $100, ja. Maar dan echt geld of in-game? Hard in de game. En waar kan je dat kopen dan? Want dat wil ik ook wel doen. Dan kunnen ze me niet doodschieten. Kan ik tenminste normaal gamen. Ja, doe maar. Nee, je wint gewoon dollars met missies, toch? Ja, maar ik heb al genoeg geld. Dus als je zegt hoe ik het koop... Ja, hoe? Je moet select ingedrukt houden. Of zeg maar back ingedrukt houden. Dan krijg je een interactief menu of zo. Ja, klopt. En dan enable passive mode. Ja, daar ja. Die staat nu aan. Ja, dus nu kan niemand jou killen. Mooi zo. Wat doet hij? Mij ook, zal ik het ook even? Hij maakt een foto, hij maakt een selfie. Ik wil er ook op. Hij maakt een selfie. Ja, hij maakt een foto van ons. Gaaf joh, zal ik ook een foto van maken? Ja, let op. Doe maar. Dat is gaaf. Het was een auto op de achtergrond. Waar is zijn hoofd? Oh, hij maakt natuurlijk van die auto. Oh, kijk. Ik maak een foto, let op. Switchen. Oh, die is mooi die foto. Ik ga er een filter op doen en ik ga hem op Instagram zetten. Daar komt, achter je komt er weer iemand. Hier, Hessel de Jong. Hessel? Hier? Op Zouten. Hij staat ik maak in zijn een auto. Foto van hem. Ik maak een foto van hem. Zo, op Zouten. Ja, hij rijdt weg. Beetje mij niet doodschieten, hè? Nu kan het niet meer, hè? Aap. Ja, daarom gaat hij weer weg, denk ik. Your weapon wheel is disabled. Oh, ik kan ook niet schieten. Oké. Okay. Nee, dat is maar. Ik kan ook andere mensen. Hé, hey, iemand pakt mijn auto. Nee, hij zit in mijn auto. Dat is mijn auto. Kom, ik ga rijden. Kom. Ja. Oh. Ik stap in. Oké. Okay. Mooie auto van jou, zeg. Ja, het is een vriend van mij. Echt? Oh, wauw. Je krijgt ook, als ik mijn auto tune en ik win 5 races, dan komen de achievements natuurlijk weer, hè? Ja. Kijk, ik heb zelfs rode banden. Rubber. Rokend rubber, zeg maar. Slip. Ik zag het, ja. Mooi, hoor. Even kijken, waar kunnen we een missie doen? Ja, ik ga even mijn mobiel kijken. Ja, is goed. Zit jij in lijn? Ja, ik zit in lijn. Paust. Ze rijden allemaal achter ons aan, dat je dat vast weet. Echt? Ga weg, jongens! Ze haten me! Hou je mijn auto van heel? Ja, tuurlijk. Oké. Okay. Oh ja.
Komt goed. Heb je al een lijntje gezet? Ik weet niet waar ik naartoe moet nu. Nee, ik weet het ook nog niet. Ik moet nog even een goede kiezen. Kies dan. Ja, ik kies in mijn telefoon, dus dan moet je hem accepteren via je telefoon, zeg maar. En dan joblist in de middelste, zeg maar. Hier. Oh ja, joblist, ja. En dan die bovenste. Als het goed is, krijg je nu... Krijg je het? Ja, links. Ik download nu wat. Ik heb nu al geaccepteerd. Die doen? Ja. Kan je daarin ook? Dan moet je even... Jeetje, wat er doe, joh. Party. En dan, invite. Moet ik weer helemaal klikken? Jeetje, wat een gezeik. Invite. Ik zie invite to game. Ja, hè? Ja. Wat een gedoe. Is er geen makkelijke knopje voor? Ja, als het goed is kun je het telefoon afzetten. Maar ik, dan moet ik kijken hoe het gaat. Ja, je bent erin. En dan confirm setting. Ik weet niet wat we gaan doen. Wacht, nog niet doen. Oh. Ik moet eerst erin. Joining. Oké. Kan ik nog terug? Ik ben gejoined. Dan kan ik namelijk even Persuade Light Armor kan ik doen. En dan doe ik ook nog mijn pistool. Ja, je moet heel veel wapens kopen, denk ik. Of veel kogels. Ja, maar ik heb niet zo heel veel geld. Ik ben een beetje verzamelen van kogels. Confirm settings. Gaan we beginnen? Play. Ja. Oh, spannend, jongens. Spannend. Geen idee waar wij deze missie moeten doen. Nee, ik weet het ook niet. Maar jij bent level 36 al, hè? Ja. Dus dat is een hoog level. Dat is een vrij hoog level, vind ik. Pierre Pressure. Steal the meth. Naast je. Oh, we moeten de drugs stelen. Oké. Een goede kaart. Een goede spannend. Packje. Hij slipt wel je auto, hoor. Je hebt wel een beetje rare banden. Ja. We built this city on rock and roll. Even die, ik kon niet verder naar rechts. Ja, meneer, gaat er niet. Ging goed. Ja, anders krijgen we weer politie achter ons aan als we iemand doodrijden, hè? Echt, hè? Dat mag weer. Raar dat niet mag ook, hè? Ja, dat is zo gek. Daar snap ik helemaal niks van. Zo onrealistisch ook. Eigenlijk wel, ja. En mooi zonnetje, jij bent helemaal verbaasd over de game. Oh, parkeer hem hier maar, dan gaan we met de trap verder. Ja, maar we moeten wel op de trap, want dit is de hoogte die we moeten, dus ik denk dat het daaronder is. Ah! Kijk, het is hier zo. Het is hier in. Denk je? Oh jee. Ja, ik denk het. Ja, hier staan allemaal mensen. Moeten die doodschieten? Ja. Geen zoekdekking. Ergens achter een paal. Er komen daar wel weer politie natuurlijk, omdat we aan het schieten zijn. Dat mag weer niet. Zoekdekking. Ja, is goed. Kan je achter die paal schuilen? Ja, net. Nou, half. Oh, ik word beschoten. Gaat goed. Gewoon doorschieten, joh. Dan blijf jij schieten. Pak ik mijn auto, dan kunnen we daar achter schuilen. Superhandig. Is goed. Sommige bloeden gewoon dood, hè? Kijk, die ook, die bloedt gewoon dood. Kijk, ik kom eraan, hier. Ja, ik schuil erachter, ja. Goed teamwork. Oh. Ja, heb ik hem. Shun. Okay. Nog eentje daar op het einde. Er is nog één op de kaart. Ja, jij? Op de kaart. Ik pak hem. Pak jij de meth? Ja, hij is dood. Oké. Okay. Pak eens zijn motor. Pak jij auto? Ja, we pakken de auto, hoor. Kiauw. I am the motor, you are the car, doe een helm op. Als je stil blijft staan, krijg je een helm op. Echt? Oh. Ja, moet je even geen gas kijken. Oh, die is mooi. Helm is belangrijk, anders komt politie achter me aan, hè? Oké, we moeten de gele lijn volgen, dus volg mij. Ja, is goed. Zie jij ook de gele lijn? Nee, nog niet. Nee, ik denk dadelijk. Dan moet je bij mij in de auto zitten, hier rechts. Oh, je hebt een GPS erop natuurlijk. Ik niet, bij mijn motor zit geen GPS. Ja, dat is wel gek. Oh. Dan jullie links. Ja, ik zit even te kijken op het tweede scherm, hè. Ik zit even te kijken, want het is een beetje... De beeld is een beetje onscherp, vind ik nog. Maar ja, dat... Hallo? Gaan we mij in de auto of ga je op je Harley? Ik ga wel voor de Harley, ik volg jou wel, ja? Ja. Ik zeg wel van tevoren waar we heen moeten. Is goed. Hier naar rechts. Oh, hier naar rechts. Ja, dat gaat kan goed. Als je achter kijkt, zie je hele mooie zonsondergang. Tenminste, met mij wel. Ja, inderdaad. Beetje staan. Oh, mooi. Mooi zonnetje. Links, ja. En hier een beetje een flauw nog naar rechts. Ja, flauw, hè? Flauw, hè? Heel flauw. Oké, hier gaan we weer naar rechts. Gaat goed. Ik rijd lekker mee een beetje. Links.
rebuild this city. Hier geen, geen politie, hè? Oh. Nee, we hebben geen politie. Jij hebt politie? Nee. Jezus, op die motor. Kijk uit. Kijk uit, dan kan je eraf rijden. Hier naar links, hier naar links. Woehoe. Woehoe. Hier naar links, stop. Oké, okay, stop je maar. Oh, nice. Stap af, stap af. Hier is dat toch? Ja, hier moeten we zijn. Hoe weet je dat? Omdat ik dat zag. Ik zag een geel puntje. Oké. Okay. Hier moeten we naar binnen. Oh, daar komt hij, Gerald. Oh, die heeft Matt nodig. Weet je, de chef-kok, hè? Ja, Breaking Bad een beetje, hè? Ja, echt, hè? Jij hebt nog die achterlijke helm op. Ja, joh, sorry. Yeah, Missy passed. High five. Krijg je weer level up? Ja, ik ben level 7. En wil je weten hoe deze leuke afleveringen aflopen? Kijk volgende keer terug. Nou, dan gaan we gewoon verder. Doei doei! Een auto-hoofdje. Alles helemaal goed. We gaan door.